Kijk eerst wat je topactiviteiten zijn en ga daarmee aan de slag. Je topactiviteiten, dat zijn de activiteiten waar de meeste aanvragen voor binnenkomen. Daarmee verhoog je de dienstverlening. En daarmee voorkom je ook dat er overmatig gebeld wordt bij de klantenservice. De tweede tip is, naast de topactiviteiten, maak ook je vergunningschecks. Want de vergunningschecks zijn heel belangrijk, dat die duidelijk zijn, want deze wijst de aanvrager eigenlijk naar de aanvraag. En de derde tip is, zorg dat je keten van het omgevingsplan, toepasbare regels en het VTH-gedeelte overeenkomen en op elkaar zijn afgestemd. Dus werk niet meer in aparte delen, dus omgevingsplan en het vergunningenproces, maar maak daar één keten van. Dus een nieuwe manier van werken, maar je krijgt dan wel een optimaal eindproduct.